Hi, goedenavond allemaal. En wat fijn dat jullie de regen hebben getrotseerd om hier allemaal op tijd te zijn. Er zijn nog ongeveer 7 mensen van de wachtlijst. Die komen er ook straks allemaal in druppeltjes binnen. Maar ik dacht, we beginnen gewoon alvast, want jullie zijn allemaal wel keurig op tijd. Dus dat hebben jullie verdiend. Mijn naam is Sophie Ruttefrans. Ik ben programmamaker hier in de Bali en ook de moderator van vanavond. En we gaan het vanavond hebben over wie het hardst schreeuwt, wint. En dat gaan we doen in de serie Nieuw Licht. Dat is een serie gestart door de filosofen Koen Simon en Frank Meester, waarin zij telkens een nieuwe denker op een oude theorie laten reflecteren. Maar vanavond is Koen Simon zelf de nieuwe denker. Dus we gaan naar hem luisteren. En hij heeft een pleidooi geschreven tegen enthousiasme. En daar gaan we niet alleen met hem over praten, maar met nog 2 andere gasten. Met hoogleraar sociale wetenschappen Christine Brinkgreven en met correspondent ontcijferen Sanne Blauw. Want misschien zijn cijfers wel het antwoord op een teveel aan enthousiasme. Maar misschien ook niet, daar gaan we allemaal achter komen. Maar om te weten wat nou dat probleem is met enthousiasme, wil ik heel graag Koen Simon naar voren vragen. Geef hem een welkom. Dankjewel, Sophie. Fijn dat u er allemaal bent. Ben ik goed verstaanbaar? Heel goed. Dan wil ik om te beginnen een heel klein idee met jullie delen. Het is een beetje het is eigenlijk een heel eenvoudig idee. Een heel klein idee. En het idee, dat is iets dat u zelf ook wel eens heeft gehad. Hoop ik. Het is alleen iets waar je niet vaak bij stilstaat. En zou je net iets langer bij dat idee stilstaan, dan zou je daar heel veel aan kunnen hebben. Sterker nog, dan denk ik eigenlijk dat als je dat goed tot je laat doordringen en aanpakt, dat je leven op een hele positieve manier, kijk, nu gaat het gebeuren, kan veranderen. Het idee zorgt er namelijk voor dat je van een heleboel overbodige onzin wordt verlost. Zo begint meestal een goed bekeken TED-talk. Ook al bent u een kritisch publiek en ook al bent u niet goed gelovig, er was vast een klein momentje dat u dacht, wat zou dat voor een idee zijn, waardoor ik mijn hele leven kan veranderen. Nou, dat idee, of eigenlijk die hoop die u hier had, die ik aansprak, die hoop, dat is de voedingsbodem voor een van de grootste misleidingen van onze tijd. En dat is het enthousiasme. Ik kan zelf heel enthousiast gaan doen, maar ik kan ook even een voorbeeld geven. Ik ga het u laten zien. Mijn favoriete definitie van verkoop is het overbrengen van enthousiasme van de ene persoon op de andere. Als je bijvoorbeeld een pitch geeft voor een nieuwe klant of je geeft een presentatie voor prospects en je bent tijdens die presentatie heel lauw en heel... Je hebt bijvoorbeeld die ochtend heb je ruzie gehad met je vrouw of met je puberende kind of zo. En je komt eigenlijk een beetje chagrijnig of je komt met heel weinig energie op die presentatie of bij die pitch. Dan is de kans niet zo groot dat het hem gaat worden. Nee, dan is de kans niet zo groot dat het hem gaat worden. Het volgende voorbeeld van enthousiasme. Dit is natuurlijk al enorm prikkelend. Dat is een voorbeeld van iemand die zeker geen ruzie heeft gehad met zijn vrouw, nog met zijn puberende kind. Goedenavond, welkom vanuit het prachtige podiummozaïek in Amsterdam. Deze bijzondere locatie is de komende 3 kwartieren decor van professor Erik Scherder. Met zijn kenmerkende enthousiasme zal hij ons ook in dit laatste college van de Drieluik bijpraten over de wondere wereld van ons brein. Mag ik een groot applaus, Erik Scherder! Ja,
het is de derde week. Het enthousiasme wordt groter en groter. Merk je dat? Fantastisch. Je komt bijna als een popster op, man. Nou, ja. Heeft u er zin in? Ja. Heeft u er zin in? U doet mij nou geen plezier door zo lauw te reageren natuurlijk, hè? Maar goed, had ik maar een ander boek moeten schrijven. Goed, dat enthousiasme, dat moet u echt even tot u door laten dringen. Het is iets waar we gauw overheen stappen, want enthousiasme wordt natuurlijk ook vaak gebruikt uit puur ongemak. Hè? Net als schaamteloosheid. Is het een vorm van schaamteloosheid? Dus we zijn al snel geneigd om dat soort ongemak een beetje uit de weg te gaan en te laten voor wat het is. En niet als iets wat een hele belangrijke gemoedstoestand is die onze wereld in de greep houdt. Want ik denk dus dat we hebben het voortdurend over robotisering en over algoritmes en over fake news en bullshit. Maar ik denk dus dat dit enthousiasme en nog andere voorbeelden ook de grootste leugenachtigheid van onze tijd inhoudt. En dat wij nu varen op het kompas van dat enthousiasme, dat is eigenlijk zorgt ervoor dat we in een stuurloze wereld terechtkomen. Waar komt dit enthousiasme vandaan? Nou, in ieder geval niet van het eerste voorbeeld. Maar waar komt het wel vandaan? Ik ga u nog een voorbeeld laten zien dat echt kenmerkend is voor het enthousiasme van onze tijd. En nou, daar zal ik zo verder over vertellen. Ik hoop dat dat filmpje wat beter loopt, want ik zag net dat het geluid en het beeld niet helemaal synchroon waren. Komt-ie. We need some luck. Some other spacecraft. Something, because with what we have now, it's going to be finished. As an astronaut, you feel excluded to a particular group of people, and those are the people which have the majority. They are you, not being aware of the danger in which you live. But now suppose I'm going to change all of you. Suppose I can transfer the experience which I have to you. Then you would go out and see the earth, and you would see the blue sky. Not the blue sky which you see when you're outside. The space you see that you're the only one. You're the only planet. You have no spare. And so you have to take care of this one and only planet. We people, coming from the same molecules out of one bloody strong star which burst it out. We, who have developed over billions of years, life. Life is made by we humanity are so strong that we can save the earth, but we also can destroy it. Even a small thing does something. Ja, hoe oneerbiedig van mij dat ik deze laatste woorden van Wilbur Ockels gebruik. Kijk, nu doet hij het ineens wel, hè? Zo. Oneerbiedig van mij dat ik de laatste woorden van Wilbur Ockels gebruik voor mijn pleidooi tegen enthousiasme. Maar ik vind het een heel kenmerkend beeld wat we hier hebben. En ook een hele kenmerkende weergang van eigenlijk ook hoe wij tegen Wilbur Ockels aankeken. Hij kwam als een held uit de ruimte op aarde in een tijd waarin wij in ieder geval nog heel sterk vertrouwde op de wetenschap en dat de wetenschap nog een gezaghebbend instituut was. Dat is inmiddels een beetje veranderd. Daar kom ik straks op terug, of daar komen we misschien straks op terug in het gesprek. Maar belangrijker voor nu is eigenlijk het beeld dat we hebben van het astronautenperspectief. Dat astronautenperspectief dat duikt heel vaak op in onze tijd.
En hij heeft het heel duidelijk, enthousiasmerend, vaak over willen brengen. Als je als astronaut vanuit de ruimte onze planeet ziet, dan zie je een kwetsbaar ding. We hebben geen reserveplaneet. Je ziet iets kwetsbaars. Iets dat naar de knoppen kan. En dat beeld, dat hebben we steeds vaker willen gebruiken om te laten zien, jongens, laten we niet alleen wat het klimaat betreft goed met elkaar omgaan, maar helemaal. Laten we kijken en laten we de wereld gelukkig maken. Wij zijn er. Hè? Wij hebben wij kwetsbare planeet. Nu is die kwetsbare planeet, of dat astronautenperspectief, dat is misleidend. Want is het zo dat wij op die manier nu naar onze wereld gaan kijken? Als een kwetsbaar ding? Als iets dat naar de knoppen kan? Of is het zo dat wij naar iets kijken waarvan we denken dat we er dat we met z'n allen aan de knoppen zitten? Dat wij controle hebben over die planeet? En daarin zit eigenlijk een pijnlijke paradox van onze tijd, de controleparadox. We hebben niet het idee dat we een controle hebben over een geheel. En vanuit dat controleperspectief denken we dus dat we alle problemen die er zijn kunnen verhelpen door zelf aan het stuur te zitten. Dus we zitten met z'n allen aan het stuur. Maar terwijl we met z'n allen aan het stuur zitten, is het niet zo dat wij de wereld als zodanig zien als een uniek gegeven? Nee, we zien de wereld eerder als de zoveelste Netflix-serie. Dus wij kijken namelijk helemaal niet naar de wereld. Altijd als we de wereld als zodanig voor ons zien, zien we dat door een schermpje. En wij zien onszelf en de wereld steeds vaker door een schermpje. Sterker nog, dat schermpje is niet het enige schermpje. Wij zien de wereld door heel veel verschillende schermpjes. En iedereen kijkt een andere Netflix-serie van de wereld, van die kwetsbare wereld. Dus in dit beeld van Wubbe Ockels, die terugkomt op aarde en heeft gezien dat het allemaal misloopt, zit dus eigenlijk die hele controleparadox. Die is daar helemaal in verbeeld. We hebben het idee dat we aan de knoppen zitten, maar tegelijkertijd moeten we het met z'n allen doen. Iets anders wat daarin speelt is dus dat idee van we kijken allemaal naar een andere Netflix-serie. Dat is ook tekenend voor onze tijd. We zitten allemaal in een eigen filterbubbel. Dus we hebben een autoriteitscrisis. En die autoriteitscrisis die zorgt ervoor dat we niet een gemeenschappelijke waarheid meer kunnen krijgen. En die gemeenschappelijke waarheid die ontberen we omdat we namelijk door die versplintering in de wereld heel gemakkelijk ons op een bepaalde manier kunnen gedragen zonder dat we ooit uit de boot zullen vallen. En dat is echt iets wat anders is geweest. Dus in plaats van dat we met z'n allen naar de wereld kijken, kijken we met z'n allen naar verschillende werelden. In het gesprek zullen we het daar verder over hebben. Tot slot wil ik het nog even hebben over wat typisch is. Ik sla het ene filmpje over wat u hier ziet. Because there are leaders and there are those who lead. Leaders hold a position of. Wat verder typisch is aan de TED Talk is dat er een kraakheldere didactiek is in zo'n talk en die samengaat met iets heel erg complex. Iets wat we eigenlijk niet kunnen begrijpen, maar wat we wel proberen te begrijpen. En de verlossing is altijd een verklaring, een rationele of wetenschappelijke verklaring, ergens voorbij de horizon. Dus bijvoorbeeld, kijken. Ik weet niet waar ik op moet richten. Daarop. Oké, kijk. Bijvoorbeeld een of andere kracht in het universum.
Dat kan een verklaring zijn in een complex geheel. Of het limbische deel van het brein. Dus dat is zeg maar de onderbuikgevoelens. Daar wordt tegenwoordig heel veel in geprojecteerd. Of een fundamenteel ander mensbeeld. Nou, dat zijn niet zomaar motivational speakers die dat zeggen. Dat zijn Robert Dijkgraaf, Erik Scherder en Rutger Bregman. Op die manier krijgen wij dus allemaal het idee dat we vat hebben op de wereld. En ondertussen vliegen we elkaar nog steeds in de haren. Ik wou het hier even bij laten. Dank u wel. Koen, dankjewel. We gaan eerst nog even luisteren naar Sanne. Ja. Want ik hoop dat na dit doemachtige beeld we misschien dan een goede kunnen hebben aan harde cijfers en feiten misschien. Ook een applaus voor Sanne Blauw, alsjeblieft. Goedenavond allemaal. Toen ik Koens boek uit wilde printen, want ik heb het echte boekje heb ik nog niet, gebeurde er iets heel raars, namelijk dit. Nou, nu wordt het heel spannend. Ah! Heb je hem uitgezet? Nee. Meneer van de techniek? Ja, kijk. Op een of andere manier stond er bij elke spatie ook een uitroepteken in Koens boek. Waardoor, ja, ik heb hem pas net ontmoet, maar Koen is nu al de meest enthousiaste schrijver die ik ooit heb gelezen. Het was echt waanzinnig. Na 2 hoofdstukken heb ik het wel opgegeven. Want het is echt heel moeilijk om zo ook nog stof tot je te nemen. Maar goed, ik ben zelf een vrij, vind ik eigenlijk wel enthousiast persoon. Ik zal het maar meteen zeggen. Ik hou heel erg van romantische comedies. Ik hou heel erg van Wie is de Mol. Ik zit helemaal diep in de alu-hoedjes theorieën. Als iemand hier fan is, kom vooral naar me toe straks. Ik hou heel erg van sportklasjes waar dingen worden gezegd als there are no limits here, only opportunities. Ik kan er echt heel erg van genieten. Lange tijd was ik ook heel enthousiast over cijfers, want daarom sta ik hier natuurlijk. Ja, enthousiast over cijfers, dat is niet voor iedereen weggelegd, maar ik was dat wel. Want de vraag vanavond is, tegen dat enthousiasme, is cijfers of zijn cijfers dan het goede medicijn? Nou ja, er zijn natuurlijk goede redenen om die vraag te stellen, want cijfers hebben ons best veel gebracht. Ik wil jullie even terug meenemen naar het midden van de 19e eeuw. Dit is Jon Snow. Niet te vervangen met zijn counterpart in Game of Thrones. Jon Snow was eigenlijk de vader van de epidemiologie. En in zijn tijd was cholera nog een ontzettend groot probleem. Alleen het was nog niet bekend waar cholera nou precies vandaan kwam. De dominante theorie in die tijd was de miasma-theorie. Dus er zouden deeltjes in de lucht vliegen waar je dan cholera van zou krijgen. Maar Jon Snow die vertrouwde dat niet helemaal. Die dacht, volgens mij komt het door water. Maar hij kon het nog niet bewijzen. Tot het moment in 1854 dat in Londen een cholera-epidemie uitbrak. Nou, Jon Snow, cijferverzamelaar die hij was, ging met collega's daar naartoe en begon te turven. En ja, je ziet het misschien niet helemaal goed, maar die zwarte balkjes geven eigenlijk aan hoe groter de balkjes, hoe meer cholera-gevallen er op die plek waren geweest. En het was eigenlijk ook al wat Snow dacht, want midden in die wolk stond een waterpomp. En Snow dacht, aha, nu ga ik mijn theorietje bewijzen. Hij zei, midden in die wolk zat een waterpomp. Correlatie is nog geen causaliteit. Dus hij moest nog meer bewijsstukken verzamelen. Nou, om de hoek was een bierbrouwerij, waar ze niet alleen lekker aan de pintjes zaten, maar ze ook gewoon hun eigen waterpomp hadden. En er zat een vrouw vlakbij die waterpomp. Die vond het water zo lekker dat ze het ook meenam naar de familie, een paar kilometer verderop. En ook die hadden cholera gekregen. Nou, kortom, Snow had zijn theorie rond. En uiteindelijk weten we nu ook door theorievorming en door onderzoek, verder onderzoek, dat cholera inderdaad door water wordt verspreid. Nou, dit is een van de talloze voorbeelden die ik kan geven waar cijfers wel daadwerkelijk een verschil hebben gemaakt. Simpelweg tellen, goed nadenken, heeft hier tot zeker wel een doorbraak geleid. En hij is dus niet voor niks de vader van de epidemiologie geworden. Maar goed, ik ga niet nog talloze leuke voorbeelden geven, want ook hier hebben we een probleem als we het over cijfers hebben. Want ook het enthousiasme waar Koen het over heeft, heeft ook in de cijferwereld toegeslagen. Ik heb een boek geschreven, dat heet niet voor niks het best verkochte boek ooit. Met deze titel, moet ik erbij zeggen. Dat is
Dat staat daar heel klein in dat sterretje, staat er met deze titel, zodat de reclamecodecommissie ons niet op de vingers kan komen tikken. Maar cijfers, nou ja, dit verwijst natuurlijk naar alle ranglijstjes waar je mee om de oren wordt geslagen. Cijfers zijn intussen ook marketing geworden. En veel meer dan alleen waarheidsvinding moet het nu vaak iets verkopen. Of dat nou een boek is, of een boodschap, of er moeten stemmen worden gewonnen, of er worden andere producten verkocht. Cijfers worden heel vaak gebruikt en ook heel vaak misbruikt. En nou ja, dan komen we dus eigenlijk bij het enthousiasme van de boodschapper van die cijfers. Dus die cijfers worden door iemand de wereld ingeslingerd. En daar zit bijna altijd wel een belang bij. Een leuk voorbeeld daarvan is dit restaurant, de Shedda Dulwich. Te gek restaurant waarschijnlijk, want het is nummer 1 van 18.000 restaurants in Londen. En als je naar de foto's kijkt, snap je ook wel waarom. Want het ziet er heel lekker uit. Een soort kokkieën met zeewierschuim. Het is ook hartstikke nep, want dit zijn bleekblokjes en gilet scheerschuim hebben ze erbij gedaan. Een beetje honing en nou ja, niks meer aan doen. Goede fotograaf. En het komt helemaal goed. Nou ja, en de Shedda Dulwich is eigenlijk een grappig voorbeeld om te laten zien hoe ratings te manipuleren zijn. Hetgene die hierachter zit is ene Uba Butler. Een journalist bij Vice. Dat is ook echt een heel Vice-achtig onderzoekje. En hij dacht, ik wil gewoon mijn schuurtje nummer 1 op TripAdvisor maken. En het is hem gelukt. Hij heeft een aantal vrienden gevraagd, heeft een goede fotograaf uitgenodigd. En het is hem gewoon gelukt. Op een gegeven moment belden er ook zoveel mensen die naar het restaurant wilden. En elke keer zei hij, nee, we zitten echt al maanden vol en dit en dat. En uiteindelijk dacht hij, ja, weet je, ik ga het nog bonter maken. Ik ga gewoon een avond organiseren in mijn schuurtje in Dulwich. En hij heeft ze gewoon lekker kuppensoep voorgezet en noedeltjes en weet ik veel wat, allemaal troep. En nou ja, daarna belden zelfs mensen of ze nog snel weer eens mochten reserveren. Dus tot zover de kudde gedrag van de mens. Maar goed, wat Butler natuurlijk wel laat zien, ooit had hij een baantje als hij kreeg 10 pond voor elke neprecensie die hij achterliet. Dus restaurants betaalden hem om ratings en recensies te schrijven. Simpelweg om hun ratings op te krikken. En dat laat natuurlijk iets zien. En dat iets is, wordt ook wel de wet van Goodhart genoemd. Als een cijfer te belangrijk wordt, dan meet het niet meer wat het moet meten. Of de wet van Blauw. Cijfers zijn als zeepjes. Als je er hard in knijpt, glippen ze je uit de handen. Want Jon Snow en andere voorbeelden hebben ervoor gezorgd dat cijfers ontzettend belangrijk zijn geworden, juist omdat ze ook zo krachtig kunnen zijn. Maar langzamerhand zijn we het doel een beetje voorbijgeschoten. Want mensen met macht, mensen die iets te verkopen hebben of die je stemmen willen verzamelen, weten hoe belangrijk die cijfers zijn geworden. En dus zijn er steeds meer prikkels om ze op een of andere manier te manipuleren. Nou, bijvoorbeeld deze gozers. Elke september horen we natuurlijk weer over alle prachtige koopkrachtplaatjes die er dit jaar weer uit zijn gerold. En nou ja, dat is zo'n voorbeeld van die wet van Goodhart. Die koopkrachtplaatjes zijn zo belangrijk geworden dat ze eindeloos aan knoppen zitten te draaien om al die, want het is ook vaak nog eens, single vrouwen van tussen de 50 en 60 uit de regio Zeeland. Het zijn altijd van die zulke kleine groepjes. En al die groepen moeten er goed uit de bus komen. Nou, en zelfs Laura van Geest, van der Geest, van tot voor kort directeur van het CPB, heeft gezegd, jongens, we moeten hier echt mee ophouden. Want die koopkrachtplaatjes zijn zo'n focus geworden dat we miljoenen uitgeven aan maatregelen die ons helemaal op de lange termijn niet echt iets opbrengen. Nog een voorbeeld van de wet van Goodhart, het bonnenquotum. Dat is, was ooit een briljant idee van, ik weet niet wie het heeft ingevoerd, maar Opstelten heeft het uiteindelijk afgeschaft. De politie werd verwacht om een bepaald quotum aan bonnen uit te schrijven. En het gevolg was eigenlijk, er werden zelfs bepaalde bonnendagen georganiseerd, waarop agenten maar zoveel mogelijk bonnen gingen uitschrijven om hun targets maar te halen. Nou, dit is ook weer zo'n voorbeeld van de wet van Goodhart. Van, eigenlijk was het een soort proxy voor de kwaliteit van de politie. Maar wat er gebeurt is dat eigenlijk je af kan vragen, wordt die kwaliteit wel gewaarborgd door zo'n quotum? Want welke misdrijven worden er over het hoofd gezien als je alleen maar voor de makkelijke misdrijven gaat? En moet een politie ook niet iets doen aan preventie in plaats van alleen maar bonnen uitschrijven?
Nou ja, zo zie je dat enthousiasme, noem ik het maar even om het in het thema van de avond te houden. Het enthousiasme van de boodschapper die je cijfers de wereld instuurt, is heel gevaarlijk. Alleen het is te makkelijk om alleen maar naar anderen te wijzen, naar de politici, de wetenschappers, de journalisten. Want de cijferconsument kan er ook wat van. Dus er is ook het enthousiasme van de cijferontvanger. Even een korte quiz. Stel je komt met een kind, ik weet niet of je kind hebt, je mag ook een kind bedenken. Je kind is zweten, eilen, ziek, nou, zo vast koorts. En je gaat naar de eerste hulp. Er zijn 3 artsen. Welke vertrouw je? Nou, de eerste zegt, koorts, sociaal construct. Ik weet niet hoor, of een kind koorts heeft of niet. De tweede zegt, tussen de 38 en 41 graden. Ja, preciezer kan ik het niet maken. 3 graden, zoek het maar uit. Of C, uw kind heeft hoge koorts, 40,2 graden. Wie gaat er voor A? Kijk, dit zijn echt de ware postmodernisten in de zaal. Heel goed. Wie zou B zeggen? En wie C? Ja, ik zou ook wel voor C gaan. Want temperatuur is nou zoiets, dat kunnen we intussen wel vrij precies meten. En op een of andere manier, die precisie heeft ook een soort overtuiging, toch? En het probleem met cijfers is dat we heel veel cijfers in de maatschappij zijn gaan zien als de temperatuur of de thermometer die heel precies kan meten. Terwijl er heel veel dingen zijn, neem peilingen, die als er 1 zetel verschil in zit, dat is alleen maar statistische ruis. Het BBP is ook ontzettend moeilijk te meten. Er zit ook altijd een onzekerheidsmarge omheen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het feit dat er allerlei keuzes zitten in het meten. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de IQ-test, probeert een heel abstract concept van intelligentie te meten, waar we eigenlijk nog steeds geen sluitende definitie van hebben. Dus volgens mij één van de problemen van ons, zeg maar even, de cijferconsumenten, ons enthousiasme over cijfers, heeft te maken met dat we zo hopen dat het houvast geeft. En dat het houvast geeft in die onzekere wereld. Het is heel fijn om te weten dat 1 op de 5 Nederlanders iets vindt. Of dat de dividendbelasting ons 2 miljard gaat kosten. Allemaal fijne, ronde getallen. Je kan ze ook nog delen bij de koffieautomaat. Doe het altijd goed. Je hoeft er eigenlijk niet eens wat van te weten. Als je maar het cijfertje onthoudt. Maar al die precisie geeft ook een soort schijncontrole. Waarbij je denkt dat je de wereld vat. Nou, een beetje zoals de TED-talks waar we ook al over hoorden. Terwijl de wereld is veel te ingewikkeld vaak om zo precies te meten. Dus laten we niet denken dat alle cijfers die tot ons komen uit een soort thermometerrollen die tot op de komma nauwkeurig dingen kan meten. Dus dat is eigenlijk 1 probleem van ons enthousiasme over cijfers. Dat we zo graag willen dat het precies kan zijn en dat het zeker kan zijn. En dan hebben we ook nog onze eigen onderbuik. Ja, die zwarte, dat hoort hoor. Niet dat je denkt dat het uit is gevallen. Dan hebben we ook nog onze eigen onderbuik natuurlijk. Want we geloven ook maar al te graag dingen die passen bij wat we toch al vinden. En Dan Kahan, een Amerikaans professor, die deed daar echt een heel tof onderzoek naar. Je gaat je leven veranderen, dit onderzoek. Hij legde namelijk mensen een tabelletje voor met cijfers. En hij zei, nou, we hebben een experiment gedaan. Allereerst zei hij, we hebben een experiment gedaan met huidcreme. Ga jij maar uitrekenen of de huidcreme helpt of niet. Nou, in de ene groep hielp het wel, volgens die cijfertjes. Het was net een beetje een ingewikkelde rekensom. Dus je zag ook de mensen die beter waren in wiskunde, die hadden een wiskundetestje gedaan, die scoorden ook beter. Maar over het algemeen kwamen ze wel tot het goede antwoord. In de andere groep bleek dat de huidcreme niet hielp tegen uitslag. Nou, daar kwamen mensen ook tot het goede antwoord. Verder niet zoveel verrassends aan. Maar toen veranderde hij iets bij de volgende 2 groepen. Hij pakte dezelfde cijfers, maar nu ging het niet meer over huidcreme, maar over gun control. Dus wetgeving tegen wapens. En nu was de vraag, gaat deze wetgeving, zorgt het er nou voor dat criminaliteit omhoog gaat of omlaag? Nou, als we eerst naar de groep kijken waar de criminaliteit omlaag ging, zie je dat de democraten, dus een Amerikaans onderzoek, veel vaker het goede antwoord gaven. We zien op de verticale as het aantal mensen, of percentage mensen met het goede antwoord. En het is eigenlijk gesorteerd naar hoe goed mensen zijn in een bepaalde wiskundetest.
En je ziet dat die democraten veel vaker het goede antwoord gaven. En het gat eigenlijk tussen de wiskunde-nerds, zeg maar, is ook nog een stukje groter. En voordat je denkt dat democraten gewoon slimmer zijn, bij de groep waar het omgekeerd was, het was een toename na strenge wetgeving, wat heel erg in lijn is met het idee van de Republikeinen, want die zijn tegen wetgeving om wapens, tegen strengere wetgeving voor wapens, was het precies andersom. En hier zie je dat de overtuigingen die hier meespelen, je kan nog zo goed in cijfers zijn, maar dat die heel erg meespelen in het interpreteren van feiten in het algemeen, maar in dit geval ook de interpretatie van cijfers. En dit is natuurlijk maar één onderzoek, maar er zijn vele onderzoeken die laten zien, je onderbuik speelt nou eenmaal mee in hoe je feiten en cijfers interpreteert. En dat weet je vast ook van jezelf. Ik heb ook van die krantenberichten dat ik denk, nou ja, ik heb in mijn boek geef ik het voorbeeld van alcoholonderzoek. Ik hou wel van een wijntje. En als ik dan lees, nee, één glas wijn, daar leef je alweer een dag korter van. Dan, nou ja, dan gaan bij mij de nekharen overeind staan. En ja, dat heeft natuurlijk ook te maken deels met mijn eigen overtuigingen en voorkeuren. Maar Kahan laat eigenlijk heel interessant zien hoe je feiten op een manier interpreteert die ook bij je identiteit of bij, hij noemt het dan, je stam passen. Maar goed, wat moeten we nou? Want dit is natuurlijk allemaal erg vrij frustrerend. Want we kunnen dus andere mensen die ons cijfers toezenden niet vertrouwen. En dan kunnen we onszelf al niet meer vertrouwen. Dus nou ja, ik heb ook afgelopen 5 jaar dat ik hierover schrijf vrij wel dipjes gehad. Dat ik nou ja, dacht, ik kan maar niks meer vertrouwen. Ik moet alles in twijfel trekken. En zelfs dat kan dan niet meer. Want twijfel is ook een hele effectieve strategie geweest, bijvoorbeeld van de tabaksindustrie. Letterlijk zei een marketingdirecteur in een geheime memo, twijfel is ons product. Zolang wij twijfel blijven zaaien over het onderzoek naar sigaretten, kunnen wij sigaretten blijven verkopen. Dus we blijven twijfel zaaien. Want nou ja, dat is ons verdienmodel. De fossiele industrie heeft eigenlijk exact die trucs overgenomen. Dus ook een heel interessant boek, Merchants of Doubt, gaat vooral lezen. Wat eigenlijk laat zien dat er vrij veel links tussen die twee industrieën zijn. En nou ja, we zien ook in de politiek natuurlijk ook veel twijfel gezaaid. Nou ja, ik heb hier geen foto van, maar bijvoorbeeld dit. Daarom deugt het stikstofbeleid niet. De alternatieve cijfers van stikstof. Het helpt ook heel erg. Het is een hele effectieve strategie om twijfel te zaaien over cijfers. En dus uiteindelijk moeten we heel saai, niet zo enthousiast, ergens in het midden uitkomen. Niet alles geloven, maar ook niet niks geloven, want eigenlijk is allebei even naïef. En ik heb altijd wel houvast aan deze spreuk, en daar kunnen we misschien zo nog op terugkomen in het gesprek. Uit de 17e eeuw voor Christus, lekker lang geleden. De vos weet veel dingen, maar de egel weet één groot ding. Dit wordt aangehaald door Nate Silver, een bekende datajournalist, maar ook door Philip Tedlock, een onderzoeker die heeft gekeken naar hoe goed mensen kunnen voorspellen. En hij vond eigenlijk keer op keer dat degenen die goed konden voorspellen waren zogenaamde vossen. Mensen die heel genuanceerd dachten, die geen dogma's aanhingen, geen grote ideeën, die durfden terug te komen op hun fouten, die van mening durfden te veranderen. En eigenlijk de egels zijn eigenlijk de mensen die we veel op tv zien. Eén groot idee, een stevige boodschap, 100% zekerheid. En ik denk als we allemaal iets meer een vos proberen te zijn, dat we hopelijk ietsje dichter komen bij de waarheid. Dank jullie wel. Kom lekker zitten en Koen ook. En neem vooral een glaasje water, ja? Even kijken. Als je er eentje doorgeeft aan Koen, dan is iedereen voorzien. Ja, Koen, hoe heb je geluisterd naar Sanne? Jij bent volgens mij ook geen fan van cijfers. Nee. Zeker niet. Ik heb nu 2 microfoontjes, hè, dus... Dan ben je dubbel zo goed te horen. Precies. Ik vind het een hele mooie illustratie voor het idee dat... kijk, je moet je zo voorstellen dat wij volgens mij dus in het hele niet meer weten wat we moeten. Totaal stuurloos zijn en dan in enthousiasme heel graag juist met die cijfers werken. He, dus een voorbeeld wat ik ook geef in het boek is eigenlijk de manier waarop Greta Thunberg de wetenschap gebruikt in haar activisme
Ja, dat ze zegt dat er consensus is. En zij zegt dus, en die consensus is er ook. Hè, dus er zijn ook allerlei wetenschappelijke rapporten. En het punt is, zij gebruikt deze zinsnede dat het al 30 jaar kristalhelder is dat de wetenschap iets vindt. En daar zit het probleem in, en dat is hetzelfde als met die cijfers. Wetenschap vindt niet iets. Wetenschap is een heel groot instituut dat uit meerstemmigheid bestaat en dat uit hypotheses, falsificaties en verhalen bestaat. En die gelaagdheid en die complexiteit, die moet je voortdurend inzichtelijk maken. En enthousiasme zorgt ervoor dat we dat niet meer doen. Je bent gewoon een feestje aan het bederven op het moment dat je vragen gaat stellen over cijfers. Ja, en hoe zie jij dan inderdaad die rol van de ontvanger? Zijn zij degene die het moeten veranderen? Of is de wetenschap die dan zegt, hey, ons onderzoek, van een glas wijn per dag, ga je dood of niet dood? Of moet zij terughoudender zijn met dat soort dingen publiceren? Ja, nee, het gaat dus het gaat heel sterk over hoe ga je om inderdaad met cijfers, hoe praat je erover en hoe. Dus zeker is de ontvanger is heel erg verantwoordelijk voor hoe er gepraat wordt over allerhande kwesties. Tegelijkertijd moet de wetenschap de leek, die we allemaal zijn, ook serieus nemen. En dus wij moeten eigenlijk vertrouwen hebben in de wetenschap. Maar de wetenschapper moet ook vertrouwen hebben in de leek. Dat hij niet alleen maar dat hij de juiste vragen kan stellen, want heel vaak stellen we niet de juiste vragen. Maar dat wij, of dat de wetenschapper in staat is om het verhaal over te brengen. Dus dat de leek wel overtuigd kan raken van een verhaal. He, dus, ja, en om nog even terug te komen. Jij liet een filmpje zien van Erik Scherder bij De Wereld Draait Door. Mm-hmm. En toen dacht ik ook wel van, ja, maar het is toch ook goed dat wetenschappers zo'n podium krijgen en dat ze een soort popsterren worden. Nee, dat vind ik echt afschuwelijk. Ja. Sanne, wat vind jij daarvan? Oef, ja, ik denk gewoon, zolang je wel waarachtig bent, dus als je wel dingen vertellen die kloppen, en je kan die gewoon heel leuk vertellen en goed vertellen, vind ik daar niks mis mee. Ik bedoel, als je dat is, ik ben natuurlijk praktisch eigenlijk wetenschapsjournalist, en dat is altijd een soort van de worsteling waarin je als wetenschapsjournalist zit, van je schrijft voor de leek, maar je wil ook wel recht doen aan het onderzoek en de nuances. Dus ja, ik denk als iemand dat midden goed kan raken, en die verdient en die krijgt ermee een groot podium, ik denk ook aan een Neil deGrasse Tyson of zo, dat soort types. Denk, zolang je niet gaat lopen liegen of dingen niet te plat maakt of wat dan ook, ja, ik heb daar geen probleem mee. Nee, maar dat is juist het probleem. Het wordt wel te plat gemaakt. Dus het grote publiek maakt me niet uit. Alleen doorgaans wordt de complexiteit niet behouden. En ik denk dus. Maar er moet altijd een vertaalslag in zitten, toch? Want niet iedereen is Erik Scherder. Niet iedereen is zo slim en heeft zoveel onderzoek gedaan. En nee, maar kijk, die vertaalslag die is er helemaal in de meeste gevallen helemaal niet. Dat is ook wat ik liet zien. Die uitspraken, die vrijwel al dat soort DWDD-colleges, die eindigen inderdaad met een of andere kracht in het universum of het limbische deel. En dan moet u dat zo voorstellen en dan krijg je plaatjes te zien. En je ziet heel veel plaatjes. En dan vervolgens denk je, oh ja, oké, nou dat nu snap ik het. Dat is dat limbische deel. En je hebt nog steeds geen idee. Dus die complexiteit wordt weggenomen. Of die wordt eerst eigenlijk opgevoerd. Het is allemaal heel ingewikkeld. En dan worden er kleine stukjes gegeven. Dat is ook gewoon hoe goede didactiek werkt. In de zone van de nabije ontwikkeling wordt er iets aangeboden. En je denkt, hé, dit kan ik begrijpen. Nou, dan wordt er iets ingegooid, namelijk een of andere kracht in het universum. En dan denken wij dat we alles snappen. En dan is het klaar. En dan worden er dus inderdaad worden met cijfers gegoocheld. En dan worden er allerlei dingen beweerd die ook in heel veel gevallen niet kloppen.
Dus neem bijvoorbeeld de onderzoeken naar geluk, waar we het voortdurend over hebben. En daar heb ik het in het boek ook over. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je daarvan vindt, van de cijfers die daar... Nou, ik ben op geluk gepromoveerd, dus ja. Ik ben een ontzettend gelukkig mens. Nee, nou, misschien wel even goed, want jij hebt het over een soort index wereldwijd die gemaakt wordt van hoe gelukkig mensen zijn in verschillende landen, toch? Ja. Ja. Nou, ik heb zelf dus onderzoek, toen ik nog op de universiteit werkte, onderzoek gedaan naar geluk. En ik vind dat ook heel lastig om me daartoe te verhouden. Omdat sowieso zijn er zoveel verschillende maatstaven dat er volgens mij intussen wel 6 verschillende gelukkigste landen ter wereld zijn. Mm-hmm. Volgens de ene maatstaf is het ergens in Zuid-Amerika en volgens de andere is het Zweden en nou ja, wat dan ook. Tegelijkertijd vind ik wel het wetenschappelijk onderzoek wat er naar wordt gedaan is niet altijd even goed. Maar er zitten ook hele interessante onderzoeken die er wel in zitten. En dat gaat bijvoorbeeld over wat doet het met je als je werkloos raakt, bijvoorbeeld. Of hoe vergelijk je met de mensen om je heen. En dat soort onderzoeken vind ik dan veel interessanter dan... Ja, ik raak altijd... elk jaar 20 maart is de internationale geluksdag. En dan zie ik de bui alweer hangen. Dan staat er, nou, Nederland 2 plaatsen gezakt op de geluksranglijst. Ja. Nou, daar word ik altijd helemaal ongemakkelijk van. Want dat slaat gewoon nergens op. En is dat dan omdat geluk zo moeilijk te definiëren is? Nou, geluk is natuurlijk sowieso lastig te meten. Dus, maar op een gegeven moment... Ja, sterker maak je nog, daar... het wordt niet gemeten. Hè? Dus geluk wordt niet gemeten. Het woord geluk mag niet voorkomen in de onderzoeken, omdat het een slippery term is. Ja, ja. Dus het is de term geluk is zo onwetenschappelijk, vinden de wetenschappers, dat ze het niet kunnen meten aan de hand van de term geluk. Ja. En vervolgens meten ze het aan de hand van allerlei verschillende data. En die verzamelen ze en dat vatten ze dan onder geluk. In de World Happiness Report. Ja. 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 Maar het is ook wel een vrolijk bericht, toch? Dat zoveel mensen gelukkig zijn. Wat is daar gevaarlijk aan? Nou, ik vind het gewoon altijd een beetje non-nieuws. Maar goed, ik kijk er ook een beetje als statisticus naar. Ik denk, ja, er zit tussen de top 10 zit nauwelijks statistisch verschil. Dus het is geen nieuws. Hou ermee op. Ik vind het dan interessanter om te... Bijvoorbeeld, als je in Nederland ziet dat 20% van de mensen... zijn leven een 4 of minder geeft. Dat vind ik een belangrijke vondst. En dan kun je natuurlijk heel erg nog je gaan afvragen van... wat zegt het nou allemaal en zo? Maar dat is voor mij in ieder geval wel een soort alarmbel. Maar ik vind je moet zeker die maatstaven niet te letterlijk nemen. Of te. Het gekke is dat geluk dan weer een soort wedstrijd wordt... ook als je het in een ranglijst gaat zetten. Ja, maar hoe doe je dat? Hoe ga je het niet te letterlijk nemen? Die cijfers worden nu juist wel zo gemakkelijk... Nou ja, door wat ik zeg, door als je bepaalde patronen ziet, door dat verder te gaan onderzoeken. Ja, maar wie doet dat? Hè? Want het CBS. Ja, maar stelt die vragen. Oké. Alleen wij lezen het in de krant. Ja. Nou, Nederland een 7,4 voor geluk. Ik vind gewoon het algemener, en ik denk dat dat wel raakt aan jouw boek, denk ik, waarom moeten we over zoveel verschillende dingen iets lezen en ook iets van vinden of zo? Ja. Minder nieuws. Ja, minder nieuws. Nou ja, ik werk voor de correspondent, dus het is geen verrassend bericht. Maar ja, ik denk ook wel eens, waarom moeten we van alles de complexiteit begrijpen? Ik bedoel, een aantal dingen zijn ook in je stemgedrag bijvoorbeeld belangrijk, of wat dan ook. Maar ik vind dat ook met cijfers. Dan zeggen mensen, oh, moet ik nou elk cijfer helemaal gaan uitzoeken? Daar heb ik toch helemaal geen tijd voor. Dan denk ik, nee, maar... Je hoeft ook eigenlijk van heel veel dingen niet zoveel te vinden, toch? Of wat vind jij? Ja, jij vindt wel van alles heel veel. Ja, ja, nee, maar het is op zijn minst paradoxaal. Als je vindt dat we niks hoeven te vinden, dat je nu aan mij vraagt wat ik daarvan vind. Ja. Ik vind zeker niet dat je van alles moet vinden. Ik vind wel dat je moet verdiepen in de complexiteit van de dingen die gevonden worden. Mm-hmm. Maar die dus gevonden worden. Want dat zijn allemaal meningen. Nederland een 7,4 voor geluk is een mening... waar we ons meteen ook weer een mening over vormen. En het is denk ik veel beter om niet precies te weten of het klopt... maar wel beter te zien wat de complexiteit van die metingen inhouden. Maar wil je dan een kadertje erbij in de krant? Hoe het tot stand gekomen is? Sowieso heeft het zin om inderdaad dat soort onderzoeken niet zomaar als lukrake cijfers over ons uit te strooien. En daar vind ik, heeft de wetenschap een verantwoordelijkheid. Dus als je naar buiten komt, want dat is namelijk wat de wetenschap die vindt, hè, zoals je net ook zei,
Hè, als het een groot publiek bereikt, dan heeft het ook een educatieve functie. Nou, het schiet in eigen voet op het moment dat, en dat doet de wetenschap, we hebben een heel interessant onderzoek dat allerlei dingen laat zien, maar we vatten het onder de noemer geluk of onder de noemer iets anders. Wat catchy is, hè? Bijvoorbeeld er werd onderzocht of de glimlach van de Mona Lisa, of dat een echte glimlach was. Dat is serieus neurowetenschappelijk onderzoek geweest aan de Universiteit van Freiburg. En daar zaten allemaal hele interessante gegevens kwamen daar boven over mimiek. En ja. Alleen... Er werd aandacht voor gevraagd door te zeggen, de Mona Lisa moest echt lachen. Dat was namelijk het nieuws. Dus dat was uit onderzoek bleek dat de Mona Lisa een oprechte lach vertoonde. Dus het feit dat we al die tijd hebben gedacht dat het een raadselachtige lach was, dat was niet waar, want de wetenschap had aangetoond dat het een echte lach was. Nou ja, dat soort dingen zorgen ervoor dat wij op een hele rare manier over wetenschappelijke gegevens praten. Maar wat, want ja, volgens mij zit er heel erg in dat we nuance is lastig, complexiteit is lastig. Dus hoe, ik denk ook wel eens dat het publiek heel erg wordt onderschat. Dat zeggen, oh nee, dit is allemaal veel te ingewikkeld en dat gaan we allemaal niet opschrijven en zo. En bij, nou ja, DWDD, hoe lang het nog duurt, een paar weken. Dat is complexiteit ook lastig te verdragen. Dus ik denk dat het, hoe dan wel? En ik, nou ja, ik probeer in mijn schrijven dan wel ook die complexiteit wel te laten zien of zo. Maar ja. Ik hoop dan dat mensen eigenlijk veel meer nuance en complexiteit verdragen dan er wordt gedacht. Ja. Maar. Dus dan gaat het misschien niet over of de wetenschap maar een mening is, maar over de framing van wetenschap. Dus hoe we wetenschap overbrengen op het grote publiek. En dat we dat misschien best wat ingewikkelder kunnen maken. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, mooi. Ja. Goeie conclusie. Goed zijn eruit. Laten we wetenschap complexer maken. Ja, dat vind ik wel een mooie boodschap. Nou, dan ga ik jullie allebei heel erg bedanken voor nu. Dankjewel Sanne Blauw en dankjewel Koen Simon. Er mag geapplaudisseerd worden, zeker. Ja, en dan gaan we het nu tot slot hebben over of enthousiasme toch niet ook een positieve kant heeft misschien. En dan wil ik graag het woord geven aan Christine Brinkgeven. Dus ik ben ingehuurd voor het positieve. Zullen ze leuk vinden thuis? Nou, ik wou danken voor de uitnodiging. Ik vond het een heel prikkelend boek, want het pleidooi tegen het enthousiasme, want ja, als ik het ergens niet mee eens ben, is het dat. Want zonder enthousiasme en bevlogenheid wordt het leven en de wereld faal, verdwijnt de bezieling en daarmee dooft een belangrijke bron van leven. Zit dit allemaal goed? Oké. Nou, geestdrift vind ik ook zo'n mooi woord. En daarmee komen geest en drift samen. En dat is waar ik straks op uit zal komen. Ik geef een paar voorbeelden van het belang van enthousiasme. Denk aan die ene leraar die het verschil maakte. Ik denk dat u dat allemaal wel heeft of juist gemist heeft. En waar ik nu ook veel aan denk, ik schrijf een boek over een 87-jarige oude architect, Herman Herzberger. Ik ga ook vaak met hem mee naar lezingen. En ik vind elke keer weer zo bijzonder hoe hij mensen raakt en bezielt. Hij heeft oog voor die hele elementaire behoeften van mensen als plek en geborgenheid, contact, uitzicht. En dat wordt vaak overgeslagen. En ik merk dan elke keer weer hoe inspirerend dat is. En juist ook voor veel jonge mensen die bezieling en die betrokkenheid juist heel erg missen bij het vormgeven van de wereld. En zowel materieel als sociaal als politiek. Nou, de strekking van je betoog, ja, die begrijp ik natuurlijk wel. Hè. Wees waakzaam, ga niet af op het gevoel, want gevaarlijk. En daar gebruik je hele mooie voorbeelden van. En wie kan daar tegen zijn? Hè. Die zijn ook prachtig. En de boodschap is, gebruik de ratio. En dan doe je iets
ja, ik wou zeggen raars, maar ik bedoel iets waar ik ja, tegen ben. Want je plaatst dan enthousiasme tegenover ratio, hè, gevoel tegenover verstand. En dat is een hele oude tegenstelling waar ook al heel vaak korte metten mee is gemaakt door hele eerbiedwaardige filosofen, maar die altijd weer opduikt. En, dat is mijn stelling, het denken belemmert. Dus niet het enthousiasme belemmert het, maar denken in die tegenstelling. Nou ja, ik heb ook echt heel lang gedacht dat alleen de ratio mij kon redden. Maar ik heb toch inmiddels in de loop van mijn leven begrepen dat ik daarmee iets oversloeg. En zonder dat ik terecht wil komen in die andere positie, hè, van ga op je gevoel af, dat is een tijd lang erg in de mode. Dus als tegenhanger van het te veel in je hoofd zitten. Je hoort het nog steeds alsof de wereld beter wordt als je dat zou doen. En dat is ook levensgevaarlijk. Hè. Denk aan de destructieve kracht van de woede, de wraaklust, de rancune. Dat zijn hele heftige gevoelens die vaak heel destructief uitpakken. En hierin kan ik dus helemaal meegaan met je pleidooi. Maar ik neem een andere route en kom dan ergens uit. En die route is, of de waarschuwing is, laat je niet vangen in die tegenstelling. Geef aandacht aan die gevoelens en die van anderen. Onderzoek wat ze betekenen, waar het over gaat. En probeer dan met wijsheid en reden te handelen. En dat is natuurlijk de kern van de psychoanalyse. Wat een hele rationele theorie is over gevoelens. Met als basis het idee dat als je gevoelens onderdrukt, deze onverwacht kunnen gaan opspelen, waardoor je een ongeleid projectiel wordt. Of alleen geleid door innerlijke krachten die je dan als heel duister ervaart. En leer ze kennen, ga er verstandig mee om, projecteer ze niet op anderen en ga die niet te lijf, maar besef dat ze een deel zijn van je emotionele uitrusting. En neem ze in beheer. En dat is iets anders dan beheersing in de zin van de kop indrukken. Emoties zijn geen vijanden van rationaliteit, geen krachten die weggedrukt moeten worden omdat ze de reden in de weg zouden staan. Emoties doen mee, spelen een hele belangrijke rol in ons denken en doen. Maar ken ze. Ze kunnen heel destructief uitwerken, daar hebben we ook een mooi voorbeeld van gezien. Echt tekeer gaan als ongeleide projectielen. Maar ze vormen ook een voedingsbodem van inzicht, gevoel, verstandig handelen. En nou ja, dat is eigenlijk de strekking van mijn verhaal. Het is zaak om eigen en andermans emoties te onderkennen, om ze goed te hanteren. Zodat ze geen blokkade vormen, maar een bron van inzicht in eigen en andermans gedrag. Om ze met verstand in beheer te nemen. En dan is een uitspraak waar ik dol op ben. Die heb ik ooit gehoord van een psychiater-seksuoloog van M. de Boas. Mensen zijn zo intelligent als hun emoties toelaten. En daar, toen begreep ik ook opeens hoe slimme mensen toch vaak zo dom kunnen zijn. Dat blijft soms een raadsel. Hè? Hoe kan dat nou? Dit is het. Mensen zijn zo intelligent als hun emoties toelaten. Nou, als je die emotionele onderlagen begrijpt en onderkent, begrijp je veel meer van menselijk handelen. Kan je belemmeringen wegnemen die verstandig handelen in de weg staan. En dat geldt op individueel niveau, maar dat geldt ook op groepsniveau van organisaties, van de samenleving. En dat inzicht begint ook echt te dagen, ook in de organisatiekunde, ook door al die mislukkingen, dat het geen zin heeft om vastgelopen organisaties dan weer een nieuwe, rationeel ogende blauwdruk uit te rollen. Want als je geen inzicht hebt in die emotionele onderlaag van angsten, rivaliteiten, verlangens naar controle, angst voor verlies van plaats en positie, andere vormen van houvast, dan begrijp je heel veel niet van wat er in de bovenlaag gebeurt en ben je minder in staat om adequaat te reageren. Dus ik zeg niet geef mee, leef uit, maar onderken de rol en de werking om rationeler daarmee om te kunnen gaan. Nou, de nieuwe titel van die avond, ja, die staat er. Wie het hardst schreeuwt, wint. Ja, dat was eerst een andere titel, maar dat maakt verder niet uit. Want... En dat vind ik, ja, god, verandering. Het is echt een verandering in nog geen halve eeuw. En
goed, ik ga lang mee, dus dat heb ik gewoon allemaal zelf meegemaakt. Ik ben zelf opgevoed met de gedragsregel, kinderen die vragen worden overgeslagen en nu weet je dat je dan niet aan de beurt komt. En dat je je stem ja, zo niet moet verheffen, dan toch in elk geval moet doen gelden. De verlegen mensen van vroeger zijn de sukkels van nu, kan je zeggen. En emancipatie is voor een deel ook een proces van stem krijgen, je laten horen. En dat is, en dat ben ik weer met jouw betoog eens, dat is doorgeslagen in deze tijd. Die geldingsdrang, die druk om te excelleren, die voortdurende presentation of self. En dan alleen een succesvolle versie. De verhalen van mensen die het maken en die dan ook nog doen alsof ze het helemaal aan zichzelf te danken hebben. Nou, ik deel die afkeer helemaal met jou. Maar enthousiasme is voor mij iets heel anders dan hard schreeuwen. En ik denk dat de interessante vraag een andere is, die is welke verhalen bezielend werken. Er is enorme behoefte aan mensen met een visie. Een wervend verhaal. Maar welk verhaal is wervend? En hoe kunnen we een wervend verhaal ontwikkelen dat niet bol staat van de valse belofte en de uithalen van anderen? Dat is natuurlijk de vraag waar het over gaat. En wat zijn de ingrediënten van een verhaal dat mensen aanspreekt, enthousiast maakt, bezielt, zonder dat het een verkooppraatje wordt, zonder dat het destructief verhaal is ten koste van anderen? Ik denk dat dat de vragen zijn. Daar gaat het om en niet om uit angst voor een heel begrijpelijk schrikbeeld je tegen enthousiasme te keren. Maar enthousiasme moet je niet overlaten aan destructieve krachten, aan demoniserende politici. Ik kan eigenlijk me heel goed vinden in je aversies. En die beschrijf je in je boek, ik zou bijna zeggen, met enthousiasme. De onwaarachtigheid, het valse pathos, de morele kitsch, het enthousiasme als standaardmodus. Ik kan hier helemaal in meegaan. Ik heb ook enorme allergie voor die toon op de televisie. Als ik thuis kom, televisie te aan en dat geluid, dan roep ik bijna, nou ja, hysterisch zeggen ze dan. Moet uit, ik wil die mensen niet in huis, ongewenste gasten. Goed, er wordt soms naar geluisterd. Ik ben het ook eens met je waarschuwing, pas op voor polarisatie. Maar is dat eigenlijk niet precies wat je zelf doet door gevoel en verstand tegenover elkaar te plaatsen als tegenpolen? Ik was gegrepen door het begin van je boek, waarin je je eigen wending beschrijft van enthousiaste man, jonge man, een houding die je van huis uit hebt meegekregen. Dat vind ik ook prachtig, mooi citaat. En houding die jou gevormd heeft. De wending van dat enthousiasme naar een grotere terughoudendheid. Want je merkte, dat vind ik echt een heel mooi stuk, na je scheiding, hoe je enthousiasme, of het alleen maar zien van de positieve kanten, de schaduwzijde onbenoemd liet en daarmee geen ruimte bood. Dat is een heel belangrijk inzicht. En ik vind dat heel mooi om dat als begin van je verhaal te plaatsen. Want daar ligt de basis, schrijf je zelf, van je kritische houding ten aanzien van het enthousiasme. Van de emotionele lading die deze heeft, de emotionele onderlaag van je betoog. Het is ook een heel mooi voorbeeld van hoe emoties je kunnen drijven, je blik bepalen, je toon, je waarneming. Maar ik vind het ook een goed voorbeeld van hoe het je blik kan beperken. Want enthousiasme kan ook ten goede worden ingezet. Denk aan de bezielende kracht van Martin Luther King, van Obama, de voorbeelden die ik eerder gaf. Denk aan het engagement dat nou zo nodig is tegenover de onverschilligheid en de gedachteloosheid. Wees alert, zou ik willen eindigen, op de emotionele onderlaag die je zelf beschrijft. En zie ook hoe die door jouw betoog ja, heen raast, zou ik willen zeggen. Dat heb ik opgeschreven, dus ik zeg het ook gewoon. Ja. Het in de greep van je eigen aversie. Nou, daar wou ik eigenlijk mee eindigen. Ja. Dankjewel, Christine. Ja, Koen, dan moeten we misschien even in jouw emotionele belevingswereld duiken. Wanneer stopte jij met enthousiast zijn?
Nou, inderdaad kwam ik na mijn scheiding kwam ik dit heel sterk op het spoor. Dus ik was... Ik merkte dat ik mij ergerde aan een enthousiast zelf dat ik was geweest. En toen zag ik ook steeds meer enthousiasme om me heen, dat ik identificeerde met datzelfde gevoel. En dan kan ik meteen iets terugzeggen op je liefdevolle lezing van mijn boek. Wat ik heel mooi gedaan vind. En tegelijkertijd zie ik dus dat je daarin iets hebt gelezen dat ik volgens mij niet zo heb geschreven, in elk geval niet zo heb bedoeld. Namelijk dat ik spreek nergens over het uiteenhalen van ratio en gevoel. Ik was met dat enthousiasme, wat ik als gescheiden man bij mezelf ontdekte en wat ik eigenlijk niet meer vertrouwde, was ik een gevoelsmodus op het spoor die onwaarachtig was. En toen dacht ik, wat is dat eigenlijk, dat enthousiasme? Hè? Enthousiasme is iets, en Cornelis Verhoeven schrijft er ook over in zijn Filosofie van het Enthousiasme, en ook anderen schrijven daarover, ook Immanuel Kant heeft erover geschreven, Longinus nog weer eventjes 2000 jaar eerder, bij wijze van spreken. Dat enthousiasme is geraakt worden door iets groters dan jij. He, is als God gedreven zijn. En dat enthousiasme waar ik het over heb, is die morele kitsch, is dat imitatie-enthousiasme. Ja. Dat is het enthousiasme dat enthousiasmeert. Dat enthousiasme ziet als een deugd. En enthousiasme is geen deugd. Enthousiasme is iets wat me overkomt omdat ik geraakt word. En vanuit dat geraakt zijn kan ik uit mijn bed komen? Kan ik dingen doen? Kan ik, dus is het een hele belangrijke drijfveer. Ja. Mag ik al iets zeggen? Ja, zeker. Maar waarom? Nou, ik wou nu eigenlijk even doorpraten. Oh, nee, ja. Nee. Je hebt al zoveel gezegd. Ja, nee, zeker. Maar ik was bang dat je tegen me in zou gaan. Dus ik zou niet, daar ben ik voor gevraagd. Nee, maar waarom, dat begrijp ik dus niet. Waarom reserveer je enthousiasme voor kitsch, voor... onechtheid, voor onwaarachtigheid. Je kan toch hele oprechte enthousiasmes hebben. Zeker zijn die er. Alleen het probleem met de taal is nu eenmaal zo dat op het moment dat een woord heel vaak op een bepaalde manier gebruikt wordt, dat het dan ook die betekenis krijgt. Ja, maar ik gebruik het dus heel vaak op een hele andere manier. Ja, is nee, dus dat is heel fijn. Maar met wie ga je dan om eigenlijk? Er zijn een heleboel dingen waar ik enthousiast over word. Maar ik vind dit toch... Ja, nee, zeker. Ik ga hierop in. Het voorbeeld, bijvoorbeeld van de... Van de wereld draait door. Hè? Dus, ja, kan ik dus ook niet tegen. Nee. Dat zit goed. Op die manier en ook het andere... Maar dat is één ding. Maar ook het andere voorbeeld over... Nou, ik kan u leren hoe je enthousiaste teksten schrijft. Maar de enthousiaste leraar bijvoorbeeld. Waar kinderen... Dat maakt echt het verschil. Ja, maar... Zo'n enthousiaste architect... Maar de enthousiaste medewerker die gezocht wordt. In advertenties. Maar goed, je kan het misbruiken. Je kan het op andere... Maar waarom geef je alleen... Nou ja, je wilt natuurlijk een prikkelend boek schrijven. Dat begrijp ik ook. Ik wil A, een prikkelend boek schrijven. En B, dat je woord... Je misbruikt het woord. Dat vind ik echt jammer. Nee. Het woord wordt misbruikt door de mensen die denken maar ook door dat enthousiasmeer hetzelfde is als enthousiast zijn. Ik denk als we iets in deze... Nou ja, klinkt heel verhaal in deze tijd. Ik denk dat het altijd nodig is. Een wervend verhaal, dat mensen zich ook kunnen engageren. Ik denk dat het grootste gevaar is onverschilligheid, onbetrokkenheid, niet nemen van verantwoordelijkheid. Wat nodig is, is natuurlijk een verhaal wat klopt niet, wat niet botst van de leugens en niet onwaar is. Dus, maar wat wervend is, wat mensen kan overtuigen. Ik denk dat het ergste is als mensen geen toekomst, geen perspectief, jij wil je bed uitkomen, maar de andere mensen ook. Ja. En dan, iets waarvoor dat nodig is. Iets waar ze ook aan mee kunnen doen. Of wat. Ja, jij vindt die Wubbo Ockels heel erg. Ja, ik vond het ook wel heftig. En het is natuurlijk ook waar, als je alleen maar loopt naar de glasbak, kan je de wereld niet redden. Maar ik vind het beroep op mensen dat het niet alleen maar krachten van buiten zijn, maar dat je zelf ook iets kan doen. In elk geval nadenken,
kijken wat je, vind ik heel belangrijk. Ja, maar dat vind ik alleen belangrijk als je dus en geraakt bent en als anderen op diezelfde manier geraakt kunnen worden en dat het ook een handelingsperspectief heeft. Dus het alleen maar enthousiast zijn over het redden van de wereld vind ik zo weinig praktisch. Ja, maar er gebeurt natuurlijk van alles. Dus het gaat niet alleen. Nee, maar er gebeurt ook van alles. Alleen er wordt aanspraak gemaakt op iets veel groters. Over alle kleine beetjes helpen. En het is niet zo. Niet alle kleine beetjes helpen. Ik denk dat dat helpen. Ook heel belangrijk is. Dat je door iets. Ja, nee, dat. Maar dat je door ook iets groters bevlogen raakt. Dan alleen maar je eigen individuele wereld. En alleen maar je eigen bubbel. Ja, zonder meer. God, laat je in godsnaam iets groters dan alleen. Maar kijk, dat beschrijf ik ook kind. In het boek. En, Nee, dat gaat hartstikke lekker. Oké, dan is goed. Ja, precies. Ik raak langzaam begeesterd. Nee, kijk, ik denk dat dat wel degelijk het geval is. En dat wil ik dus ook laten zien. Er is een heel mooi enthousiasme. En dat is het enthousiasme van het geraakt zijn door bijvoorbeeld kunst. En dan heb ik het over dat je echt geraakt wordt door de kunst. En dat en onder kunst versta ik, ja, ik heb een definitie van kunst. Onder kunst versta ik de esthetica die ons laat zien hoe wij kijken. Dus je ziet heel veel enthousiaste kunst. En dat is de kunst die laat zien hoe onze wereld zou moeten zijn. Dan gebruiken we de verbeeldingskracht om hele mooie dingen te laten zien en dat we dan zien hoe mooi de wereld kan worden. Jij bedoelt kunst dat is een boodschap. Met een moraal, met een boodschap. Met een, precies. Maar kunst mag geen boodschap hebben. Kunst kan alleen maar kunst zijn als ze laat zien hoe wij kijken. En als dat op een goede manier gebeurt, en daar zijn er heel veel van, dan word je enthousiast, dan word je geraakt. Dan zie je iets wat je niet had kunnen zien dus zonder die kunst. Dus je maakt wel een verschil tussen dus vals enthousiasme en oprecht enthousiasme. Zeker. Daar ga jij dus over. Ja, en daar ga ik over, inderdaad. Idealitair wel. Maar zie jij dat verschil ook tussen vals enthousiasme en echt enthousiasme? Jawel, je weet natuurlijk het verschil tussen smieren en onoprechtheid en maar ik weet niet of je, Maar we hebben het er nu wel over, hè, over dit enthousiasme. Kijk, en Ja, maar goed, ik vind het lastig van jouw betoog, waar ik dus, ik deel de aversie, ik kan helemaal meegaan, maar ik vind het als betoog, om dan uit te komen met een pleidooi tegen enthousiasme. Zo negatief. Ja, dat vind ik. Nee, ja, het is niet dat ik nou vreselijk positief denker ben. Maar ik denk dat je daarmee iets heel belangrijks. Wat is het leven, de wereld, zonder geestdrift, zonder bevlogenheid, zonder enthousiasme? En daar bewaar ik het woord voor. Ja, je hebt dan een andere definitie. Maar. Dus ja, ik vind het een. Maar ik begrijp je aversies, maar ik kan je sprongen niet helemaal volgen. Nee, nou ja, die sprong maak ik dus omdat ik. Wij delen waarschijnlijk dezelfde individuele betekenis. Toen begreep ik opeens je sprongen, maar dat vond ik dus ook mooi daarvan. Maar verder je gedachten sprongen over hoe het verder moet, de wereld, het leven. Nou ja, kijk. Nou moet jij maar weer iets doen, geloof ik. Nu ga ik iets doen. Ja. Maar volgens mij, jij zei net aan het begin dat je helemaal die emotie niet wil uitvlakken, toch? Nee. Dus volgens mij zijn jullie het over een groot deel wel eens. Nou ja, bijvoorbeeld niet over de titel. Kijk, als het begrip enthousiasme steeds vaker gebruikt wordt, juist in het kader van die morele kitsch. Hè? Dus dat langzamerhand dat woord die betekenis ook heeft aangenomen, dan kun jij een hele andere individuele betekenis aan het woord geven. Maar nou, dat is niet individueel. Ik bedoel, het is niet dat nee, maar je zei dat net van, ja, ik heb een andere opvatting daarover. Maar dus, het is niet. Kunnen we een proefje doen in de zaal? Ja, dat is goed. Ja. Wat enthousiasme is, wat mensen daar of dat, of mensen onder enthousiasme de betekenis van. Oké. We gaan stemmen. Dat gaan we doen. Maar dan moeten jullie even heel duidelijk allebei je definitie zeggen. Ja. Als jij begint, je definitie ik van enthousiasme. Ik beschouw onder enthousiasme, gedrevenheid, bevlogenheid. Dat versta ik ook onder enthousiasme. En nu misschien heb ik dan gewonnen. Wie stemt? Ja, precies. En nu ben ik wel benieuwd wie er dan wint. Nou, ik wilde eigenlijk ook nog even over iets anders met jullie praten. Want
Koen, jij beschrijft ook een autoriteitscrisis in je boek. En je denkt, volgens mij is dat ook een van de redenen dat we zo graag naar TED Talks kijken en naar een Erik Scherder die het ons allemaal uitlegt en iemand die we kunnen volgen. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Ja, ik denk dus dat die autoriteitscrisis voortkomt uit inderdaad het feit dat we in allerlei versplinterde subcultuurtjes leven. En dat het... dat het geen probleem is als ik mij... het is niet erg, ik hoef mijn reputatie niet hoog te houden, want ik word namelijk altijd in mijn eigen bubbel erkend als mens. Het maakt niet uit wat ik doe. En die erkenning is er nooit op deze manier geweest zoals die er nu is. Ik krijg altijd likes. Hè? Dus ook al heb ik een filterbubbel van maar 5. Nooit. Maar ik zit er niet op. Nee. Dus dat is ook moeilijk likes te horen. Nee, maar goed. Ja, nee, dat snap ik. Maar ja. Ook de mensen zonder internet zitten in een filterbubbel. Ik heb wel internet. Ja. Zo erg. Ik zit niet op Facebook. Nou goed, wat jij zegt is eigenlijk kun je in iedere subgroep kun je wel iemand vinden waar je bij kan aansluiten. Ja. En is er niet meer een algemeen verhaal wat we allemaal volgen. Zie jij dat ook zo, Christine? Ja, ik denk dat van de religie, van die grote verhalen, dat is verminderd. Ja. Dat is natuurlijk ook een vaak geconstateerd gegeven dat mensen veel meer in bubbels leven. Ja. Mm-hmm. En zie je daar ook een gevaar in? Ja, daar zie ik wel een gevaar in. Ja. Nu gaat het de goede kant op. Ja, dit gaat de goede kant op. Nou, weet ik niet. Maar dat is een erkend gevaar. Ja. En ook dat sterker wordt. En ook dat het door de sociale media sterker wordt. Nou ja, en dat gebrek aan... Kijk, er is een teveel aan autoriteit, omdat er namelijk een heleboel influencers zijn die allemaal gevolgd worden. Hè? Dus we hebben allemaal wel een autoriteit die we volgen, meerdere. Tegelijkertijd is er een gebrek aan autoriteit, omdat we namelijk... er is geen gemeenschappelijke autoriteit die dus zegt van nou, zo is het allemaal niet. Dat zal wel, maar ik geloof toch dat de aarde plat is. En als ik dat geloof, is dat helemaal niet meer erg. Hè? Dus je ziet ook dat het geloof in dit soort complottheorieën een hele andere verdeling heeft over de bevolking. Net als dat het de antivaxxers ook een hele andere verdeling heeft gekregen over de bevolking. Ja. Hè, dus eerst was dat heel sterk aan geloof gerelateerd en dus langzamerhand is dat verspreid geraakt. Je kunt gewoon heel gemakkelijk zowel denken dat de aarde plat is en ook je kinderen niet plat spuiten. Maar wat wil je hiermee zeggen? Zonder dat je buiten de boot valt. En in die autoriteit, in dat gebrek aan autoriteit, weet ik nooit wat voor een opvatting de ander heeft. En precies dat gebrek aan weten of jij het met mij eens zal zijn. En ook het gebrek aan van mezelf overtuigd zijn van of mijn standpunten eigenlijk wel hout snijden, maak ik gebruik van dat opgeblazen imitatie-enthousiasme. Dus ik ben heel enthousiast. En dat is eigenlijk omdat dat hoort ook bij enthousiasme. Enthousiasme is namelijk, je probeert iets over te brengen wat je geraakt heeft dat groter is dan jijzelf. Dus als ik enthousiast ben, dan laat ik meteen al zien, het is groter dan ikzelf. Dus op het moment dat ik enthousiast ben, zonder dat ik weet precies of mijn mening hout snijdt, dan probeer ik je dus al te overtuigen van, geloof me nou maar, want ik ben ergens enthousiast over. En het is groter dan ikzelf. De verklaring zelf blijft altijd afwezig. En dat is ook legitiem. Want als ik enthousiast ben, kan ik niet helemaal uitleggen hoe het zit. Dus dat is ook het enthousiasme van Robert Dijkgraaf en van Erik Scherder. Die hoeven ook niet precies uit te leggen. Hun enthousiasme zegt namelijk, het uitblijven van de precieze verklaring valt precies samen met hun gemoedstoestand. En dat is dus het hele leugenachtige en verraderlijke aan enthousiasme. Ja, ik begrijp je verhaal. Ja, dat is omdat ik het zo enthousiast breng. nee, maar ik zie voor een deel misschien niet bij deze mensen, maar... Maar dat is maar een klein deel van het hele verhaal. Nou ja, ik weet niet goed waarop ik moet antwoorden. Ja, er is duidelijk wel
of een crisis in gezag. Het is ook de basis van gezag is onduidelijker. Hè. Wat is dat? Dat was vroeger standen, klassen, functies. Je moet nu ook ook een wervend verhaal hebben. Je moet nu ook communicatieve leiderschap. Dat is allemaal wel. Het is ook een voedingsbodem voor enthousiasme. Nee, dat zie ik wel allemaal. Maar kunnen we er iets aan doen? Ja, maar goed, maar daarmee is het nog niet allemaal vals en onwaarachtig. Dus daar sla ik dan net een andere route in. Mm-hmm. Maar wat vroeg je? Wat er moet gebeuren? Ja, wat er moet gebeuren. Dat lijkt me mooi om mee te eindigen. Ik zou zeggen, ja, als ik dit onderken of krijg goed inzicht ook in. Wat vond ik in het verhaal van Sanne Blauw ook mooi. Hè, je overtuigingen, je allergieën of je angst of je. Die hebben ook invloed op je waarnemingen. Dus ik vind het heel belangrijk om ook die eigen emoties te onderkennen. En dan word je ook veel alerter op, begrijp je veel meer wat er afspeelt. En met die bubbels, ja, ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen contact hebben met elkaar en elkaar ontmoeten. Of daarom vind ik dat werk van die architect ook zo interessant. Altijd bezig met ruimtes voor contact en dat vastzitten in bubbels, dat vind ik natuurlijk sociaal heel gevaarlijk. Dus ja. Ontmoetingen, zoals dit, zijn natuurlijk wel weer gelijkgestemden, maar op zichzelf. Nou, we hebben ze niet gesproken. Oh nee, dat is waar. We zijn helemaal niet gelijkgestemd. Nee, oh, gelukkig, ja. Nee, dat zou ik dan. Ik denk dat is het enige wat erop zit. Zie jij ook een antwoord in het... Echt heel goed nadenken. Tegen de gedachteloosheid, verantwoordelijkheid. Het meedoen, de betrokkenheid. Daar kan ik me helemaal bij aansluiten. En dat idee van gedachteloosheid. Ik vind dus dat enthousiasme waar ik het over heb, dat vind ik een vorm van gedachteloosheid. En het doel van mijn pleidooi is om op te wekken dat anderen ook hun eigen nep-enthousiasme op het spoor komen. Want iedereen en tot een reëel enthousiasme dan kunnen komen misschien. Ik denk dat er een pleidooi moet komen tegen enthousiasme, omdat enthousiasme heeft geen pleidooi nodig. Je wordt geraakt. Je wordt ik zou zeggen, pleidooi tegen vals enthousiasme. Als je dat bij de volgende druk zou doen... Oké. Helder. Ik zal het vragen. Ja? Okay. Sanne, ik heb een idee. Als jij nou achter het katheder gaat staan, dan gaan we even vragen doen uit de zaal. Of opmerkingen, kan ook natuurlijk. Ik kom even naar u toe. Hallo, hartelijk bedankt voor de mooie woorden. Ik heb eigenlijk het idee dat enthousiasme op zichzelf geen betekenis heeft. Het is een manier waarop. En het wordt pas interessant wanneer het verbonden wordt met dat wat iemand wil zeggen. Als dat er niet is, of het is heel weinig wat iemand te zeggen heeft, dan hou je niks over. Ja, die luchtbel waar jij zo'n probleem mee hebt. Dus dat is het ene punt wat ik wil maken. Enthousiasme is op zichzelf is leeg. Het is de manier waarop. En ten tweede vind ik dat enthousiasme bij jou een begrip wordt waar veel te veel onder valt. Dus de modus van de scherders en de wereld en Matthijs van Nieuwkerk. Maar ook allerlei vormen van heel retorisch aanvechtbaar onzindelijk denken. Bijvoorbeeld de manier waarop Wubbo Ockels ons oproept om de wereld te redden. Dat heeft niks te maken met enthousiasme. Dat is een drogreden. En in al jouw voorbeelden, je wilt het over retorica hebben, in mijn inziens, en niet over enthousiasme. Over allerlei vormen van onzindelijk redeneren. Maar dat is iets heel anders dan enthousiasme. Wil je daarop reageren? Ja, zo hard. Ja. Je hebt helemaal gelijk. Ik zie het echt als een hele belangrijke modus waarin wij alle informatie die op ons afkomt ontvangen. En natuurlijk richt ik me ook tegen onzinnelijk redeneren. Maar ik vind dit ook dus in de publieke ruimte. Net als wat ik aan het begin zei, dat we dus
eigenlijk vaak in plaats van ons te schamen of ons schroomvallig te gedragen, dat we ons dan een houding aanmeten. Die houding is echt steeds vaker de enthousiaste houding waar ik het over heb. En dat is, je zegt, ja, het is gewoon een bel en je vat er heel veel onder. Ik denk dat er een heleboel dingen aan de hand zijn waar ik het over heb. Dus dan zou je misschien kunnen denken, hey, vat hij dat allemaal onder enthousiasme? Nee, ik denk dat dat allemaal dat het deel daarvan de oorzaken zijn van het enthousiasme. Maar die houding van dat we dus in principe geraakt moeten worden. Omdat we namelijk, en dat is denk ik waar we het meest in zitten, omdat we in een volstrekt nihilistische wereld zijn terechtgekomen. Niemand weet meer wat waarvan de waarde is, strikt genomen. Hè. God is echt dood. En voor zover die nog bestaat, wordt God alleen maar gebruikt. Sorry. Wordt God alleen nog maar gebruikt als een soort mascotte. Maar het is een individuele God geworden. Maar de God die er was, die boven het geheel stond, die is verdwenen. En in dat nihilisme proberen wij enthousiast te zijn, terwijl we geen enkele reden hebben om ergens nog enthousiast over te zijn. Ik krijg sterk het gevoel dat Christine hier ook iets over wil zeggen. Nou, Cornelia, je hebt echt een ander vak dan ik, merk ik. Ik bedoel, een volstrekt nihilistische wereld. Alsof alles waardeloos is geworden. Alsof, als je kijkt gewoon hoe mensen leven, waar ze zich druk om maken, hoe ze voor elkaar zorgen, hoe ze... Wat zie jij dan? En God is dood, ja. Ik vind het toch ook opvallend. Wij dachten allemaal, ik zeg God, dat geloof zou wel langzamerhand uitsterven. Maar het is natuurlijk zo'n opleving van religie. Nee, daar ben ik het totaal niet mee eens. Er is een opleving van religie, maar niet van de God die dood is gegaan. Ja, misschien is die God dood. Er zijn een heleboel goden inderdaad. Het is ook een idee van, wat ik ook lang gehad heb, ja, God, dat sterft wel af. Maar er is een opleving natuurlijk van, als je wereldwijd kijkt, hoe belangrijk geloof is. Nee, het gaat erom hoe het geloof beleefd wordt. Het wordt heel anders beleefd. Dus jawel. Je moet niet alleen maar in maar aantallen... Maar dat gaat wel over dus waar. Dit is een van de voorbeelden van waar cijfers totaal de mist in gaan. We vragen het gewoon, gelooft u in God? Ja, oké, we noteren het. Het gaat over cijfers. Ja, jawel, want het... Nee? Maar waar gaat het dan over? Want... Je doet een claim over dat er een opleving is. Een opleving, waar meten we die opleving aan? Heeft het boek van Yvonne Zonder opgelezen over de terugkeer van religie. Het is heel interessant, heeft ook mijn ogen geopend. Hoeveel, bijvoorbeeld in de Bijl, maar in Amsterdam, hoeveel religies er leven. Ja, er zijn een heleboel religies, daar ben ik met je eens. Hoe belangrijk religie is om mensen te binden, om waarde aan het leven. Nou, ik denk dat we nu in een gesprek over God terechtkomen. Ja. Dat is misschien meer iets voor aan de bar. Misschien zijn er nog andere vragen of opmerkingen. Ja, ik loop even naar die meneer daarachter. Dat ga ik zo doen. Sorry. Ja, ik heb het idee dat dus enthousiasme, simplificatie en bubbels, zeg maar, centrale thema's zijn die nu gelinkt worden aan de huidige tijd. Maar is dat niet iets van alle tijden? Hoe nieuw is dat verschijnsel eigenlijk? Helder. Dan gaan we toch weer over God praten, vrees ik. Zijn we juist van afval? Dat is dus inderdaad, er is sprake van, neem bijvoorbeeld de theorie van Norbert Elias, in het civilisatieproces, er is sprake van een informalisering. Het was altijd volstrekt duidelijk waar de ander vandaan kwam. Dat kon ik onmiddellijk zien aan gedrag, kleding enzovoort. Dat is langzaam informeler geworden. Ik weet niet meer precies waar de ander vandaan komt. Ik weet niet meer wat zijn mening is. Dat is een volstrekt nieuw gegeven. Een ander nieuw gegeven is samengekomen met de verlichting, met wat Immanuel Kant heeft gezegd. Sapere aude, durf te denken. Oftewel, durf een mening te hebben. Ik moet ervan uitgaan dat uw mening er net zoveel toe doet als de mijne.
dat is iets nieuws. Dat is historisch gesproken nog maar 200 jaar oud, zoiets. Dus dat is, en dat is de constellatie. Dat is waar, ook, waar we mee moeten leven. En dat vind ik goed. Ik ben ook, als ik nihilisme zeg, dan gebruik ik het niet als scheldwoord. Dan gebruik ik als een ontmanteling van een groot systeem waar we nog aan moeten wennen. En op dit moment zijn we daar nog niet aan gewend en gebruiken we enthousiasme, dat overigens ook nog eens een keer een eigenlijk verkapt goddelijke gemoedstoestand is. Want het is als God gedreven zijn. Nou ja, als we daar eenmaal vanaf zijn, dan kunnen we prima met een nihilistische wereld overweg. Ik zie er hier nog een. De filosoof Susan Nijman zei enkele jaren geleden dat politiek rechts in Amerika prachtige verhalen had, enthousiaste verhalen, vol hoop. En dat daarom ook de Republikeinen het heel goed doen in Amerika. In tegenstelling tot de progressieve sociaaldemocraten, linkse types. En is het niet zo dat met het failliet van de grote verhalen, wat met het postmodernisme populair is geworden, progressief, ook progressief Nederland steeds meer terugvalt op dat soort, we mogen niet enthousiast zijn, we moeten nihilistisch zijn, de complexiteit zien, niks zo saai als complexiteit, waar blijft het progressieve, enthousiaste, hoopvolle verhaal in jouw eigen verhaal? Ja, ik ben gek op complexiteit, om te beginnen. En ik verbaas me over de opmerking van een voormalig denker des vaderlands dat complexiteit saai is. Maar denk dat dat ook een beetje... het voorbeeld vind ik misleidend om te zeggen dat rechts heeft de goede hoopvolle verhalen en doet het daarom goed. En links heeft die verhalen niet. Volgens mij heeft links een heleboel verhalen en doen die het gewoon niet goed. Dus het zit hem helemaal niet in dat gebrek aan enthousiasme. Nou ja, omdat ze zo enthousiast zijn, denk ik. Nee, ja, nee, ik snap dan de vraag niet. Ik kom nog even terug. Met het failliet van grote verhalen die alomvattend zijn, die alles verklaren, waarmee je bij wijze van spreken helemaal kunt uitleggen waarom er een milieucrisis is of een klimaatverandering. Met dat failliet is het voor linkse, postmoderne of voorheen postmoderne types heel lastig geworden om nog een overtuigend verhaal te vertellen wat mensen verleidt om inderdaad enthousiast te worden om iets te doen tegen de klimaatverandering of enthousiast te worden voor mensenrechten of noem maar op. Je hebt op een of andere manier overtuigende verhalen nodig. Zo noemt René Boomkens het. Sterke verhalen noemt hij dat. Ja, sterke, overtuigende verhalen om mensen enthousiast te maken voor verandering. Dus, en dan denk ik, ja, ik zie niet onmiddellijk wat daar fout aan is. Ik denk zelfs dat je werkelijk een soort geestdrift moet overbrengen. Want mensen enthousiast moet maken voor verandering. Het is zo makkelijk. Nogmaals, die geestdrift die moet komen door een goed verhaal. Niet door een enthousiast verhaal. Het enthousiasme volgt daarop. En het andere is, en dat vind ik echt een denkfout, is ervan uitgaan dat het postmodernisme heeft gezorgd voor het verdwijnen van de grote verhalen bij het publiek. Het postmodernisme heeft al niet bestaan, want dat is een groot verhaal dat het bestaan heeft. Er zijn postmoderne denkers geweest en die postmoderne denkers hebben erop gewezen dat de grote verhalen failliet zijn. Dat is heel iets anders dan zeggen dat de postmoderne denkers voor het failliet van het grote verhaal hebben gezorgd. Nee, ze hebben laten zien, jongens, dat werkt niet meer. Maar Koen, is niet de vraag die Marley stelt, hebben we niet goede verhalen nodig, progressieve verhalen, om veranderingen te kunnen bewerkstelligen? Wat denk jij daarover? Dat was toch je vraag? Ja, nou, ik heb daar dus heel sterk mijn twijfels bij als het zulke grote verhalen zijn in de zin van verhalen die met een astronautenperspectief de hele wereld menen te kunnen verklaren. Ja, maar dat hoeft natuurlijk niet. Dat is typisch voor het grote verhaal. Hè? Je hebt allerlei grote verhalen. Ja, je hoeft niet een kosmonautisch verhaal, maar je...
Ik denk dat het in deze tijd heel belangrijk is dat er echt een nood is aan progressieve werken. Ja, maar die grote verhalen die worden alleen maar gedragen door een gemeenschappelijk systeem. En dat gemeenschappelijke systeem is verdwenen. Het is een overkoppelend verhaal van wat van waar. We gaan naar de laatste vraag, want dan gaan we gewoon lekker borrelen. En dan gaan we nog veel meer doorpraten hierover. Nou, ik had een vraag aan Sanne. Jee! Kijk. Jij en Koen, jullie hadden het net over de verantwoordelijkheid van wetenschappers om hun verhaal eigenlijk niet plat te slaan. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw mening over de overheid in de tijd van steeds groeiende polarisatie. Hoe de overheid bepaalde feiten en cijfers naar voren moet en kan brengen. Nou, ik doe ook wel praatjes bij clubs als het Planbureau voor de Leefomgeving, die bijvoorbeeld ook en waar het RIVM ook veel mee samenwerkt. En dat soort clubs die ook heel erg bezig zijn met het communiceren van cijfers. En volgens mij de grote uitdaging van dit moment, om het maar wervend te zeggen, is hoe communiceer je onzekerheid? Want we hebben vandaag ook weer een commissie gehad die uitspraak heeft gedaan over de stikstofcijfers. En daar blijkt dan uit, het RIVM doet eigenlijk best wel goed, maar kan ook beter. Nou, eigenlijk een heel genuanceerd verhaal. En je weet al meteen wat daarmee gebeurt. Wordt er gezegd, oh ja, zie je wel, die cijfers zijn toch niet zo goed. We moeten nog maar vooral even overal sensors neerzetten. En over 20 jaar gaan we wel weer verder kijken hoe die stikstofcijfers eruit zien. Terwijl, dat vind ik ook het lastige aan het pleidooi van op een gegeven moment. Ik las namelijk Koens boek ook heel erg als een pleidooi voor twijfel en voor nuance. Maar op een gegeven moment moet je ook actie ondernemen. En volgens mij, wat we allemaal moeten leren, maar waar volgens mij de overheid ook een belangrijke rol in heeft, is communiceren. Er is onzekerheid, maar met die onzekerheid gaan we wel vervolgens deze politieke keuzes maken. En dat is heel moeilijk om dat goed te communiceren, omdat we zijn zo gewend in al die zekerheden. Misschien ook door al dat enthousiasme waarin dingen vrij zwart-wit worden gesteld. Terwijl, de meeste van de wereld is niet zwart-wit en is lastig. En om heel veel cijfers zitten nou eenmaal grote onzekerheidsmarges. Dus ik denk dat de overheid goed op zoek moet gaan naar hoe kunnen we die onzekerheid communiceren. En hoe kunnen we vervolgens ook duidelijk maken dat wat er daarna met die cijfers gebeurt, dat een politieke keuze is. En dat je daar niet de RIVM de schuld van moet geven, maar de ministers die daar vervolgens beleid op maken. Dus ik denk dat daar de grootste uitdaging ligt. Ja. Volgens mij is dat wel het perfecte slotwoord van de avond. Want dan hebben we alles een beetje gevangen. Heel erg bedankt Sanne Blauw, Koen Simon en Christine Brinkgever. En we gaan een drankje drinken. Dat lijkt me heel goed.